Yo, kijkers van Online Games, van harte welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van de voetbalvoorspelling. We gaan natuurlijk uiteraard hebben over vorige week en natuurlijk deze week, dus dat gaat helemaal goed komen. Goed, perfect, prima. Dit is de wedstrijd van deze week, ja, maar we moeten die van vorige week, van 14 tot 20 februari, moeten wij hebben. Goed, kijkers, nou, we beginnen al lekker 0 punten. Goed. Vervolgens 5, 7, 6, 10 punten voor de Champions League. Heel mooi. Moet daar ook even kijken wat de stand is. Hoe zou het staan? 0 punten. Uiteindelijk 1 ding geworden. 2, 0, 0. Hebben we het niet goed gedaan in de Europa League? We hebben wel 9 rondes. 9 punten. 2. Dat is een... Goed, hier. Conference League. 2, 0, 4, 7. Hier. Kijk, hier zijn de rest van de punten van de Europa League. 5, 0, 0, 2. Conference League verder 0-2-5-7. Wedstrijd uitgesteld. Vanwege natuurlijk door die storm. Maar ik kan dit ook niet veranderen meer. Dus het blijft sowieso ook zo staan. Ik ga het ook niet meer veranderen. Het blijft staan hoe het ook staat. Dus behoorlijk wat minder punten. Maar hier 2 punten, 7 punten, 10 punten. Helemaal correct. 2 2, 7, 2, 10 punten. Helemaal correct. Dus de Eredivisie had best wel goed gedaan, hoor. Goed, dat was voor de keukenkampioendivisie helemaal geen punten gekregen. Maar, was natuurlijk al. Ja, hier. Dit, maar dat was van die ronde. Gaan we eens even hebben over de komende week. 14 tot 20, 21 tot 27. Dat is voor deze week. Goed. Afgelopen maandag, gisteren, vanavond om 9 uur, die ga ik zeker kijken. Aanstaande donderdag, morgen dus. Daar gaan we ook veel, hier ook. Goed, dan gaan we vrijdag, RKC Twente. Ik zeg 3-1 voor Twente. Volgens ADO Telstar. Dat we 3-1, 3-0 van maken. Almere VV maakt er maar 2-0 van. De Graafschap Den Bosch. Oh, ik ga toch voor een 2-1'tje. Excelsior Roya 2-2. Dordrecht MVV 1-3. Emme Jong Ajax 3-2. Spannende wedstrijd. Volendam Helmond 5-0. Jong AZ Eindhoven 0-3. NAC Jong PSV 2-0. Vul maar wat in. Top Os Jong Utrecht 1-1. Moeten ze allemaal vrijdag? 9-10, ja, allemaal. Eredivisie. Heracles Pek. Pek Zwolle wint. Speeldag van Loen nou tegenwoordig bij Pek Zwolle. Uurpaas is zeker, denk ik. Groningen Willem 2. 1-1. Cambuur Fortuna. 2-1 Cambuur. AZ Feyenoord 1-2. Vitesse NEC, de Gelderse derby. Altijd oorlog. Ik zeg toch 1-0 voor Vitesse. Sparta PSV 0-2. Go Ahead Ajax 0-4. Heerenveen Utrecht 1-2. Slaan we het op. Vul hier voor spel in. Dat kan tot 1 seconde. Oh, dat is ja. Oké, we hebben dus alles gedaan.
De komende week zullen we ook maar eens even, want dan vaak veel wedstrijden zijn nog van tot en met dinsdag hier. Dinsdag. Dat heb ik al ingevuld, zie ik. Is dat 22e ronde, hoor. Dat is een inhaalwedstrijd, denk ik. KNVB-beker. Oh, ook dat is heel belangrijk. Is het ook aankomende woensdag al? Hoor, oh, dat wist ik niet. Voor de rest vrijdag, zaterdag, zondag. Oké. Okay. Hele belangrijke wedstrijd voor Fortuna deze. Zie ik. Hoe laat moet die? 8 uur. Go Ahead PSV. Eindelijk gaat het eens een keer lukken. Eindelijk gaat het eens een keertje lukken voor PSV. Met moeite win het met 2-1. Gakpo doet het. AZ Ajax. Ajax gaat door. Gaat de finale spelen tegen PSV. En dan wint Ajax, denk ik. Denk ik. Ik weet niet. Het is dan van de vrijdagen. Dat doen wij dus niet. Maar dit doe ik extra. Als het bij mij bijvoorbeeld, het is dinsdag. Dan, ja, er zijn geen wedstrijd van maandag. Maar, ja. Je begrijpt wel waarom ik dat doe. Extra. Hoe zit het daarmee? Ja, dit hebben we gedaan. Wanneer? Conferentie. Kunnen die op extra? Oh nee, wacht. Dat is natuurlijk deze nog. Posities. Hoe ze staan. Champions League. We zijn omhoog gegaan. We zijn van de 2142 plek naar 1814. Conference League omhoog gegaan. 817 naar de 802e plek. Eerste divisie omlaag gegaan. We stonden 511, nu hebben we 512. Afgelopen week 0 punten erbij gekregen. Eerste divisie, eredivisie bedoel ik, omhoog gegaan. 3590 stond, nu staan we 3379ste. 42 punten erbij. 880 punten bij elkaar. Eerste divisie 951. We hebben veel meer punten dan normaal Champions. Europa League gezakt. Dat is jammer. Van 895 naar 946. 9 punten bij. Dat is een beetje maar. KNVB-beek zijn we ook iets omhoog gegaan. Maar er gaan natuurlijk weer wat punten erbij komen. Dus hopelijk kunnen we de top 1000 redden. Nations League. Wanneer begint die toko eigenlijk? Kwalificatie is natuurlijk voorbij. Maar. Totaal na alle competities staan wij 797 met alle punten bij elkaar. 5223 punten afgelopen week. 106 punten erbij gekregen. Goed. Dus dat is heel erg mooi. Voor de rest niet echt veel interessant. Aanstaande zaterdag. Informatievideo. Belangrijk dan. Vertel je natuurlijk hoe en wat we verder gaan doen. Voor de rest. Denk ik. Oké. Okay. We zullen eens even kijken de competities. Kijk. We kunnen ons aanmelden. EK vrouwen. No. Ja, moet ik dat doen of niet? Laat mij maar weten. Dit is allemaal goed. Kijk. Dus even kijken. Ja. Nou. We doen toch mee aan 8 competities. Dus dat is. Nou, mooi. Goed. Dan zien we elkaar volgende week weer terug. Ja. Yeah. Kortere video, maar dat is vaak altijd zo. Goed, jongens. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot volgende week dan, jongens. Mazzel!